Hey, hallo en welkom opnieuw bij het weerbericht van vandaag, vrijdag 7 april. De eerste aprilweek die zit er reeds op en we krijgen daarbij een vrij wisselvallig weerbeeld met dus van alles en nog wat. Een aantal goede dagen, maar ook een aantal minder goede dagen. En we zijn nu toch nog altijd bij die minder goede dagen aanbeland, want ook vandaag is het toch wel licht wisselvallig. Ik zet eventjes de weerkaart erbij, dan zie je wat er aan de hand is. Boven Scandinavië zien we een groot hoge drukgebied liggen. Dat hoge drukgebied heeft zich wat teruggetrokken en daardoor is een storing daar kunnen tussenglippen. Daarbij ligt zelfs een klein lage drukgebiedje boven de Noordzee. En boven de Britse eilanden zien we dat de luchtdruk ook hoog is. Die kleine storing die kan eigenlijk nergens heen. Die moet een beetje in onze buurt oplossen en dat is wat er ook gaat gebeuren. Die blijft hier liggen. Dus ook vandaag weer een licht wisselvallig weerbeeld met veel wolken. Al zitten daar ook wel eens een aantal opklaringen tussen. En vooral vanochtend is er toch wel kans dat er daar eens nog wat regen of een bui uitvalt. Vanochtend is dat in de hele regio het geval. Het is niet dat het overal zal gebeuren, maar het kan wel. Vanmiddag beperken de buien zich meer tot de gebieden landinwaarts en kan het aan zee wat droger en wat zonniger worden. Veel meer dan een graad of 12 zullen we daarbij niet noteren, want ja, de wind komt uit de noordwestelijke, noordelijke richting. En dat is sowieso een koele kant om uit te waaien. Vanavond en vannacht dan is het wisselend bewolkt met kans op nog wat vorming van nevel en mist erbovenop. Het wordt tegen de ochtend ook behoorlijk koel, de temperaturen dalen. Landinwaarts kan dat tot een 2-3 graden zijn. Aan de kust zal dat rond een graad of 3-4 zijn. En dan het paasweekend. De vraag is, wat gaat het dan doen? Wel, het knapt een beetje op. Morgen wordt nog een licht wisselvallige dag. Eventueel valt er verspreid over de dag nog wel eens een aantal lokale buitjes, maar dat zal niet veel meer voorstellen en is maar heel tijdelijk. De droge momenten overheersen morgen zeker en vast bij een mix van wolken en opklaringen. En we halen toch wel een graad of 13 bij een zwakke noordoostelijke wind. De paasnacht zelf wordt opnieuw koud, met minima rond een graad of 3-4 en een mix van wolken en opklaringen. Maar tot nachtvorst komt het niet meer. En op Pasen zelf, ook dan hebben we te maken met een mix van wolken en opklaringen. Maar dan blijft het droog. De paaseitjes zullen dus in droge omstandigheden kunnen geraapt worden. Het wordt zelfs een beetje, ja, zeg maar eigenlijk gewoon de beste dag van het verlengde weekend. Want niet alleen blijft het droog, er is ook ruimte voor wat zonnige momenten. Al zijn er zeker en vast ook nog wel de nodige wolkenvelden aanwezig. Qua temperaturen gaan we een klein beetje hoger zitten. We halen toch wel een graad of 14. Nadien zet ik er dan even de pluim bij en dan zie je al met één oogopslag dat het opnieuw veel minder gaat worden. De bovenste grafiek is de temperatuursgrafiek. Die zie je opnieuw naar omlaag gaan. De onderste is de neerslaggrafiek en daar zie je vanaf maandag weer diverse pieken in neerslag opduiken. Vanaf maandag dus dan ook weer de nodige wisselvalligheid, met vooral maandagmiddag, zoals het er nu naar uitziet, inzettende regen. En dan wel elke dag van de komende week passeren er wel storingen of buienlijnen. Dus dan weet je al meteen dat we niet veel stabiliteit moeten verwachten. De temperaturen zitten telkens rond een gemiddelde van een graad of 13 overdag. In de nachten ongeveer de helft, maar van tijd tot tijd zijn er regengebieden die doortrekken. Op hele lange termijn zien we in de pluim dat het stabieler en warmer wordt, maar dat is nog veel te ver om nu al conclusies over te trekken. Kleine praktische mededeling. We gaan de week met vakantie. Dat wil zeggen dat er niet elke dag zo vroeg een update zal zijn de komende dagen. Het is ook mogelijk dat op sommige dagen geen video-update komt, maar de site die wordt zeker en vast bijgewerkt. De site, gekend onder geertnaessens.be, daar komt elke dag wel een nieuw weerbericht op. De videoweerberichten zullen een beetje afhankelijk zijn van de tijd en de ruimte en de praktische mogelijkheden die we daar hebben. Alvast bedankt voor het kijken. Vergeet niet toch elke dag eens terug te komen kijken om te zien of er updates zijn. En alvast tot een van de volgende. Dag.